Nee, achter deze wok staat geen Chinees. Dit is Sunil. Hij leert sinds kort het vak. Is er veel te leren? Echt veel te leren. En je moet kalm zijn tegen de storm, zeg maar. Het is natuurlijk veel makkelijker om koks uit China te halen. Die hoef je niet zoveel meer te vertellen. Die weet precies wat hij moet doen. En als je een kok hier opleidt, dan kost dat gewoon heel veel energie. Toch hebben de Chinese restaurants beloofd dat ze dat gaan doen. In ruil daarvoor mogen ze nog tot eind volgend jaar koks uit China laten komen. Sunil is een voorbeeld van hoe het moet. Maar er zijn nog te weinig restaurants die hier mensen opleiden, zegt minister Asscher. Het zit er een beetje tussenin. Ze zijn in beweging gekomen, dat vind ik positief. Dus er worden koks opgeleid. Er moet wel een schepje bovenop. In de kaartenbakken van het UWV zitten volgens Asscher nog genoeg werkloze koks die dit werk ook kunnen doen. Kan een niet-Chinese kok net zo lekker leren koken als een Chinese kok? Ik denk dat als hij jarenlang in een Chinese keuken werkt, dat hij wel kan. Sunil hoopt het ooit zover te schoppen. Ik hoop het één dag misschien, maar ik moet nog heel veel leren.